hoek hebben we de douches. Het gebruikelijke bad en de sauna. Het is wel een heel stuk luxe dan bij, voor de bezoekende club. Jawel, maar dat is aardig gebruikelijk. Want overal waar je komt is dat normaal. Kijk, dit is een kleedkamer waar je dus dagelijks in zit. En de kleedkamer van de bezoekers is nog helemaal een kleedkamer waar je eenmaal per jaar komt als bezoeker zijn. En wat vind je van het stadion nu? Nou, dan kennen de Rotterdammers en de Amsterdammers allemaal zeggen dat hij het zien wat de boertjes nog klaarmaken. Want er worden altijd veel boertjes uitgemaakt en nu kunnen ze het zien wat de boertjes doen. Leeft het een beetje, RKC, hier in Waalwijk? Nou, als je zo naar de achtergrond kijkt, denk ik dat het toch wel leeft. We hebben vandaag het open huis en 12 uur begonnen. We zijn nu anderhalf uur verder en ik denk dat er al een paar duizend man de poorten gepasseerd zijn. Zijn dit uw plaatsen? Onze plaatsen? Nee. Ik was gewaar. U denkt, ik ga het gewoon even proberen? Ik ga het even proberen. En hoe zitten ze? Goed. En het uitzicht is ook goed? Dat is prima. Prima, heel mooi. En wat gaan ze doen dit jaar? Om 17:30 hier in Brabant. We zijn bij de wedstrijd RKC Roda JC. Dat wordt de wedstrijd van de dag. En ik zal u straks vertellen waarom dat zo is. Eerst ons programma na 8 uur vanavond. Uitgebreide samenvattingen van de Eredivisie. PDT Telecompetitie moet ik zeggen, wedstrijden. Twente Feyenoord, Groningen tegen NEC en Volendam tegen Willem II. En uiteraard alle andere gegevens over de wedstrijden, standen en zo daarbij. Daarna ziet u een samenvatting van veel wedstrijden in de Eerste Divisie en ook alles wat daarbij hoort aan statistieken. Waarom zijn wij in Brabant? Waarom zijn we, om precies te zijn, in Waalwijk? Wel nu, RKC Waalwijk, moet je vanaf vandaag officieel zeggen, heeft een nieuw stadion. Hoe ziet dat nieuwe stadion van RKC er eigenlijk uit? Even een kleine impressie. Meneer Snoeren zit naast mij, is de voorzitter van RKC. Het ziet er erg intiem en aardig uit, zoals het eigenlijk altijd was bij RKC. Het lijkt een beetje op het stadion van Heerenveen. Ja, daar lijkt het op, zei het dan, dat het niet zo groot is als het stadion van Heerenveen. We hebben hier dus een knus stadion gebouwd. Ik kan wel zeggen dat dit van de kleinere stadions het mooiste en het gezelligste stadion gaat worden. Ja. Met een aantal van 6100 personen. Ja, maar dat is nou precies eigenlijk mijn vraag. Heerenveen heeft er tweemaal zoveel. Waarom hebt u die een beetje groter gemaakt? Nou, ik denk dus dat we dat hier in Waalwijk niet moeten doen. Je kunt natuurlijk een grote broek aantrekken. Je kunt natuurlijk zeggen, nou, daar gaan we 13.000 van maken. En dat heeft natuurlijk geen zin als je dus een aantal van 5.000 tot 6.000 personen dus in je stadion krijgt. Dus dan zie je dus wat je ook bij andere clubs op het moment ziet die grotere stadions hebben gebouwd. Daar zie je toch wel wat, ja, wat lege plekken. En dat is natuurlijk zonde om die te bouwen, om daar de kosten voor te maken. En ja, het budget van RKC Waalwijk is nou niet het grootste budget eigenlijk van de PTT Telecompetitie. Nee, nou is RKC wat je noemt een klassieke middenmotor. Hè? Ja, het is nooit in gevaar. Iedereen vindt het heerlijk om hier te spelen. Willem Kieft zal er straks ook nog wat over zeggen. Ja, ja. Maar daar staan ze weer zo ergens zo rond de 10e, 11e plaats. Nou, wil je natuurlijk niet. Je wil hogerop. We willen hogerop, dat is zo. Maar het is natuurlijk toch wel een prestatie dat een club met dat nu dus eigenlijk 6,1 miljoen zijn beschikking heeft. Dus voor het een eerste elftal dus in de PTT Telecom is het natuurlijk ontiegelijk fantastisch dat wij toch in die middenmoot zijn. Dat wij clubs achter ons laten die 10, 12 miljoen en meer eigenlijk uit gaan geven. Ja, maar meneer Snoeren, u wilt hogerop.
Hoe gaat dat? Heb je daar centjes voor? Nou, daar zijn op het moment dus zijn niet direct het geld voor handen. Nee. Maar het gaat op het moment ontzettend goed met het nieuwe stadion. Als ik u vertel dus dat alle business seats uitverkocht zijn. Dat we 3 maal zoveel seizoenkaarten hebben verkocht. Deze trend die moet zich voort gaan zetten. Dat moeten wij als bestuurders van bestuur RKC, moeten wij dus alle moeite ook doen. En dat gaan we ook doen. Om dus meer bezoekers te krijgen. Om te kijken dus dat we al op tekening klaar hebben. Eventueel de hoeken dicht te kunnen bouwen. Hebben we weer 1100 mensen erbij. Ja, we zitten in de lift. En we willen dus, net wat u zegt, in de lift. Ja, we willen op de 8e plaats. En dat is ook, nou, niet zo wonder. Want als ik 2 jaar terug ga, dan stonden wij op de 8e plaats, dus ja. Het gaat. En we hebben op het moment dus ook, wat de jeugd aangaat, hebben we dus ook een prachtige jeugd in opkomst. En daar zijn we op het moment wel met de centjes bezig. Maar in ieder geval, u bent realist in Waalwijk gezegd. Laten we nou eens beginnen met een stadion van 6.100 mensen met een grote intimiteit. Zo beginnen we. Ja, vind ik wel. Animo onder de Waalwijkers is zeer groot, hebt u net gezegd. Gaat het dan nog beter, ja. Dan kunnen we eventueel uitbreiden. Zeg, jullie hebben in de Arena in Amsterdam, dat is ook een nieuw stadion, u kent het. Ja, inderdaad, ik ben er geweest met de opening. Ja, daar hebben ze 82 horecagelegenheden. Zo weinig. Maar 82, hoeveel hebben jullie er hier? Nou, 82 hebben ze, we hebben er 79 minder. Ja. Ja, dat voor Brabanders genoeg? Nou, ik denk het wel. We hebben hier dus een heel bierhok, om het zo maar te noemen. Daar zit 3000 liter bier in, dus ze kunnen voorlopig wel vooruit, hoor. Ja. Dat is ook weer zoiets, ik denk dat je niet moet overdrijven. Nee. Die 3 is op het moment voldoende. Gaat het meer worden? Nou, een bar is zo bijgezet. Dan kan je inderdaad bijbouwen, ja. Nog 1 klein vraagje. RKC heet RKC. Maar in alle officiële papieren, onder andere het programmaboekje, staat nu RKC Waalwijk. Moet dat? Ja, dat moet. Want het is namelijk zo, we hebben onze naam dus omgezet niet in Rooms-Katholieke combinatie, want ja. Zo was het vroeger. Ja. Dat heet nu RKC Waalwijk. Ja. Waalwijk, dus de gemeente Waalwijk, heeft ons gepromoot om te zeggen, u krijgt 2 miljoen gulden voor het stadion. Juist. Daar hebben wij op gezegd, dan promoten wij Waalwijk terug. Daarom heet het RKC Waalwijk, die dan gaat proberen, dat spreek ik dan met u af. Op de 8e plaats te eindigen. Ja, en dat hebben meer clubs gezegd. Ja. Oké, ik wens u daarbij veel succes. Ik ben benieuwd trouwens naar de wedstrijd straks tegen Roda JC. Moeilijke tegenstander voor jullie in ieder geval. Ja. RKC Waalwijk, zo zullen we het voortaan noemen. Gisteren hield RKC Waalwijk in dit stadion een open dag voor alle Waalwijkers. Er zijn er duizenden gekomen. En Michel Philippa was daarbij om die open dag te verslaan. Trouw lid van RKC. De oude garde. Ik kom al 33 jaar bij RKC. Want ik ben een oude supporter van RKC, altijd geweest. 2 voetbalfanaten dus vandaag. Ja. Dus 2 jongens, jullie zijn echt fan van RKC? Nou. Oh ja, ik zie het. Dat is een andere club, hè? PV, hè? Wat ook stiekem voor RKC, hoor. Dus, hè? Loopt het een beetje? Ja, het begint naar binnen te druppelen en we hebben best wel gekocht. En wat is nou het mooiste wat u erbij heeft zitten? Nou, ik vind persoonlijk het baantje heel erg mooi. Gaat u nu naar de open dag toe? Morgen. Ik heb het al. Nee, dat is Dadelijk, ja. Misschien, daar ligt er al aan. Maar ik denk het al zwaar, hoor. Ja, maar u staat hier achter het hek, maar u kunt ook gewoon naar binnen. Ja, nou, oh, maar dat is nu een dagwaard. En hoe gaat RKC het doen dit jaar? Ik denk niet. Derde plaats. Ja. Jij bent de echte supporter. Nou, een beetje. Leeft het een beetje, RKC, hier in Waalwijk? Nou, we hadden gerekend op 10.000 mensen. Maar ik denk dat we toch wel aan de 15.000 toe gaan. En wat gaan ze doen dit jaar? Ik denk bijna winnen. Bijna winnen? Ja. Maar net niet helemaal. We gaan weer verder hier in het drukke en steeds gezelliger wordende Brabantse stadion van de RKC Waalwijk. Hier is ook aanwezig in het stadion de voorzitter van de afdeling betaald voetbal van de KVB, de heer Staatsen. Hij zegt, ja, die zal daar niet bij zijn, die moet daar wel bij zijn, een nieuw stadion voor een ploeg uit de PDT telecompetitie. Maar hij heeft ook nieuws te vertellen. Een centraal punt in het interview dat u nu gaat. Een paar statuus de lucht uitkomen vallen, dus dat hou ik ook even met een half oog in de gaten. Ik ga even een rijtje op hier bij wat supporters. Mevrouw, misschien kunt u even voor Sport 7 even naar de camera. Gaat u vaak naar RKC kijken? Nou, dit is eigenlijk de eerste keer. Mijn zoontje is dus kast bij de Epkes gaan voetballen. En zodoende ben ik nou weer
komen kijken. Hij vindt het wel leuk. Mooi stadion, hè? Ja, heel schitterend. Heel mooi. Ik vind het ook heel leuk. Gaat u ze een beetje aanmoedigen? Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Doe mee. Bent u een echte Waalwijkse? Ja, echte Waalwijkse, echte Wolkse, ja. Oké, de eerste keer, maar de volgende misschien nog meer keren. De volgende nog meer keer, zeker. Ja. U heeft er geen verstand van, denk ik, hè? Nou, dat komt wel. Als journalist over het algemeen ook niet, hoor. Maar gaat RKC winnen? Ja, tuurlijk, tuurlijk, dat moet. Ja. Oké, dank u wel. Ik loop even verder om even wat mensen aan de veren te komen. Daar komt de parachutist. Valt naar beneden nu en veilig geland. Collega Albert Manting, jij hebt denk ik een wat beter overzicht over de parachutisten die nu als rijpe appelen naar beneden komen vallen. Ja, alleen ze komen wat minder hard terecht dan appelen die normaal uit een boom vallen. Dat is maar goed ook. De wedstrijdbal komt hier zo dadelijk aan in dat nieuwe stadion van RKC Waalwijk. U heeft het inmiddels gehoord. Kostte zo'n 8 miljoen gulden, neergezet in 4 maanden tijd. En dat is denk ik toch een unicum. En de gemeente die voor 1/4... deelgenoot is, in ieder geval financieel, bij dit nieuwe stadion waar 6100 zitplaatsen zijn gebouwd. De eerste wedstrijd dus ook, de eerste thuiswedstrijd ook voor RKC Waalwijk dit seizoen. De ploeg speelde 4 uitwedstrijden tot zover en verzamelde in die wedstrijden ook totaal 4 punten. We zien nog een keer de landing van de parachutisten met een val. De zon is hier nog een beetje gaan schijnen. Ideale voetbalomstandigheden. RKC Waalwijk, de eerste thuiswedstrijd. Rode JC moet de mokerslag die Schalke 04 afgelopen week uitdeelde in het Europacup toernooi zien weg te poetsen vandaag hier. Rode JC nog ongeslagen in de competitie. De ploeg speelde 4 maal gelijk en kwam 1 maal tot winst en deed dat tegen Volendam. Die wedstrijd werd gewonnen met 3-0. Voor de rest gelijke spelen tegen Feyenoord en Ajax. Tegen Groningen en tegen FC Twente. RKC dus met 4 punten. Nederlaag tegen de Graafschap. Gelijkspel tegen Utrecht. Winst bij Willem II hier een paar kilometer verderop. En de nederlaag tegen RKC met 4-0. Jos Staartsen hier aanwezig. U heeft hem zojuist gehoord. De burgemeester van Waalwijk. En behoorlijk wat coryfeeën aanwezig bij de opening. De officiële opening van dit nieuwe stadion. Naar het Fujifilmstadion in Breda, de Amsterdam Arena in Amsterdam. Nu dus ook een nieuw stadion voor RKC Waalwijk. De parachute en aan de voet van de parachutist hangt de vlag met daarop het wapen van RKC Waalwijk. De Rooms-Katholieke combinatie Waalwijk. Het wordt de 9e maal dat beide ploegen tegen elkaar spelen. RKC won 3 maal, Roda won 3 maal. Hier dan in het stadion uiteraard. Het vorige stadion moet ik dan zeggen. Dat oude stadion, want RKC was een beetje het lelijke eentje uit het betaalde voetbal. Maar is dat nu zeker niet meer, gezien dit mooie nieuwe stadion. De parachutisten zijn geland. Dat is allemaal goed gegaan. Dat is ook een prettige bijkomstigheid. Het publiek heeft genoten van een toch wervelende show hier vanmiddag. Dat alles natuurlijk hoort erbij bij de opening van een nieuw stadion. Men is trots op dit nieuwe stadion hier in Waalwijk. Toch een betrekkelijk kleine gemeente. En de voetbaltrots doet al jaren mee op het hoogste niveau. Is een gedegen middenmotor. We gaan nog even terug naar Koos Postuma in de studio hier in het RKC Waalwijk Stadion. Ja, een paar officiële plechtigheden nog, hele kleintjes. En dan gaan we beginnen. Ik denk van Bordeaux. Ik heb een jaar in Frankrijk gespeeld, niet zo succesvol. De club die stond op rand van faillissement. Maar daar leerde ik hem kennen. Hij kwam wat later in het seizoen. Nou, hij had een behoorlijke naam. Linker middenvelder, maar Anderlecht geweest, nationale ploeg. En hij was de enige van Bordeaux die dat jaar heel goed speelde. Hij is een goede voetballer, hij goed linkerbeen, puur linksbenige speler, goede trap, goede mentaliteit. Maar hij komt van heel ver, want hij is na Bordeaux, is geloof ik een jaar bij Ascoli in Italië geweest. Veel blessures, gaat veel ellende. Ja, nu komt hij hier weer een beetje in beeld bij RKC. En we zullen hem straks zien, hè. Ja. Heb jij herinneringen aan wedstrijden uiteraard tegen RKC hier, bijvoorbeeld met PSV? Ja, nou, we hadden het altijd moeilijk hier.
En elke tegenstander had het hier altijd moeilijk nu met het... Hoe verklaar jij dat? Ja, dat is toch een beetje de ambiance. Het was een verschrikkelijk stadion. Niet te denigreren om te doen voor die mensen hier, maar het stadion. Als je hier aankwam, dan had je zoiets van, oh, hoe moet ik me hier opladen? Dan zag je dat stadion liggen. Het regende altijd hier op een of andere manier. En dan kwam je in die kleedkamer en die was eigenlijk te klein voor 16 spelers. Met medische staf, alles erop en eraan. En de douches deden het ook nooit. Dus het was nooit inspirerend voor een tegenstander. Nee. Een beetje zoals de omstandigheden PSV van de week in ja. Batumi. Ja. Dan zeg je wel van tevoren, jongens, we moeten professioneel zijn. We moeten gewoon doorheen rammen. Ja. Maar dat lukt niet altijd. Maar nou iets over RKC zelf. Je zegt, de omstandigheden waren erg tegen je als je als grote ploeg hier kwam. Maar nou het spel van RKC al door de jaren heen. Daarom doe je ze een beetje tekort met dat stadion. Want ze worden leuk verzorgend voetbal gespeeld. Altijd aanvallend. Ja. Dat wilden ze. Ze kwamen wel eens in de problemen. Ze hebben hier altijd hele leuke aanvallers gehad. Schapendonk speelde hier in het begin. Van de Wiel, die rode, dat vond ik een goede spits. Ja. Nou, Deschever heeft hier weer gespeeld een seizoen geleden voor de finale. Van Arum is een spits, scoort, staat er nu in bijvoorbeeld. Begint weer te draaien. Die hebben een moeilijke periode gehad, bij Willem II onder andere in het verleden. Maar hier zijn coach is een oud spits, Kees van Kooten. De Kees van Kooten die we allemaal kennen. En die schijnt toch een behoorlijke positieve uitwerking te hebben op Van Arum. Want die is een van de betere spelers de laatste periode. Dit is typisch een ploeg, Willem, die al jarenlang een middenmotor is in de PDT-telecompetitie. Ja. Ik heb aan de voorzitter gevraagd, hebt u geen ambities om wat hoger op te komen? Dan zegt hij heel bescheiden, nou ja, bijvoorbeeld de achtste plaats. Toch willen alle clubs dat, hè? Die willen natuurlijk toch omhoog. Zou zo'n club dat ooit kunnen? Misschien incidenteel. De concurrentie is hier ook heel groot natuurlijk, met Tilburg in de buurt, Breda, PSV, Den Bosch. Bijna onmogelijk natuurlijk. Incidenteel zou je een goed seizoen kunnen draaien. Ja. Maar ja, gezien de toeschouwers, er komen weinig toeschouwers hier, er kunnen weinig toeschouwers in. Zal dit een middenmotor worden? Ja, ik denk dat het hoogst bereikbaar is. Roda JC lijkt dit jaar tegen te vallen. Niet alleen in dat Europese voetbal, kregen ze een pak slaag, maar ook in de competitie, hè? Ja, maar ze hebben natuurlijk in de loop der jaren hebben ze een hoop kwaliteit moeten inleveren. Een hoop goede spelers verkocht. Van de zomer weer Babangida bij Ajax. Van Galen, Graaf is weggegaan. De Kok, Johan de Kok bij Schalke natuurlijk, waar ze pas tegen gespeeld hebben. Vroeg of laat ga je dat merken natuurlijk in de kwaliteit. Nu hebben ze een hele goede trainer, vind ik persoonlijk. Die ken ik nog van PSV vroeger, van de jeugd. Die haalt er het maximaal uit. Het is een team dat agressief speelt op de helft van de tegenstander. Ze hebben een vast systeem en daar zullen ze toch wel weer resultaten mee behalen. Maar ze hebben het ingeleverd. Wat toch een beetje vreemd is, je zegt ze hebben ingeleverd aan mensen. Ze hebben mensen moeten verkopen. Ja. Maar ze waren juist een ploeg die de laatste 5 jaar zo aan het kopen was. Waarom houdt dat dan op? Wat is dat dan? Ja, dat zal allemaal weer met financiën te maken hebben natuurlijk. Ja. Als je op een gegeven ogenblik... Die ene meneer, hè, die is dan toch... Noel Hendricks. Ja. En je beste spelers die krijgen aanbiedingen overal vandaan. Omdat je zo goed gespeeld hebt de laatste 2 seizoenen. Ja. Dan blijkt dus dat ze niet te houden zijn. Dus het zal een financiële kwestie zijn. Oké, Willem Kieft gaat met u allemaal naar de wedstrijd kijken. Zal wat aantekeningen maken. En zal keuzen maken, flitsen kiezen uit de eerste helft en later uiteraard uit de gehele wedstrijd. Volgens mij is er al gescoord in dit stadion door de commissaris van de Koningin Hoeben hier uit Brabant. En Albert Manting is de verslaggever buiten, misschien wat meer over vertellen. Ja, dat zagen we zojuist even in beeld. Een triootje waar onder andere ook Van Schaik, de burgemeester van Waalwijk, en Jos Staatsen bij betrokken waren. Het wachten is nu op de opkomst van de